stoeie vechten, dat vind ik leuk. Daar heb ik een beeld bij, ja. En dat, ja, vind je dat leuk? Met jou een kussengevecht, ja, lijkt me heerlijk. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer bewegen volgens het Athletic Skills Model met Geert Savelsberg. Roger Federer, Daphne Schippers en Mathieu van der Poel. Het zijn voorbeelden van succesvolle atleten die op weg naar de top meerdere sporten beoefenden. Maar volgens het Athletic Skills Model is het niet alleen belangrijk voor topsporters om zich breed motorisch te ontwikkelen, maar geldt dit eigenlijk voor iedereen? Maar hoe doe je dit? We vragen het aan één van de grondleggers van het model, hoogleraar motorisch leren, Geert Savelsberg. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Daar zijn we weer. Vrijdagochtend, nieuwe aflevering. Ja. Een bijzondere met een speciale gast. Ja. Vind ik altijd leuk. Hoogleraar en bij bewegingswetenschap aan de VU, lector Hogeschool van Amsterdam. Ja, kortom, we hebben weer een gast, niet een topsporter of een bijzonder atleet, maar we hebben weer een wetenschapper in de show. Vind ik extra leuk. Ja, vind ik ook tof. En in dit geval een hele bijzondere. Iemand die bijzonder veel impact heeft op het Nederlandse, in ieder geval het Nederlandse topsport, misschien nog wel wereldwijd, gaan we zo horen. Ja. De prestaties van Team NL onder andere. Met wie gaan we in gesprek vandaag? Met Geert Savelsberg. Dat is toch de grondlegger van het Athletic Skills Model. Ja. Hebben we het af en toe, komt dat wel voorbij. Volgens mij al aflevering 3 hadden we het al over variatie in trainen. Ja. Nou, daar hebben we toen best wel al meteen wat reacties gehad. Onder andere van Jan, van onze Bodyboost trainer. Ja, Jan Overgoor van de UHTT. En ik weet dat we in het rondje toen reacties hebben we al een beetje zijn mail ook behandeld. Waarin hij dat was al vrij lang uit de doeken deed. De principes achter het Athletic Skills Model. En daar ben ik toen eigenlijk, ik heb me meteen aangemeld voor de nieuwsbrief. Dus ik krijg nu de nieuwsbrief van ASM, regelmatig op de site gekeken. En ik zie toch wel dat het heel groot is gewoon. Ja. Je kan een instructeur worden, cursussen, et cetera. En eigenlijk denk ik, dit is veel groter dan ik ooit eigenlijk dacht. En het heeft eigenlijk alle aspecten van bewegen te maken. Dus volgens mij vind ik het juist goed om eens nu te horen van een van de grondleggers. We gaan naar de bron. Wat het idee hier precies achter is geweest, wat wij hiervan kunnen leren, onder andere wat de jeugd hiervan kan leren, wat de topsporters hiervan kunnen leren. Ja. Dus laten we naar Geert gaan. Leuk, hij is live bij ons vanuit Amsterdam, denk ik. Geert, goedemorgen. Geert Savelsberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Welkom. Wat een eer en wat leuk dat je bij ons bent vanochtend. We gaan op zoek naar het Athletic Skills Model en wat dat voor ons als recreatieve amateurs of fanatieke amateurs kan betekenen. Laten we maar eens bij de basis beginnen, zeg ik dan altijd, Geert. Het Athletic Skills Model, je moet dat vast al duizenden keren hebben uitgelegd. Hoe doe jij dat in het kort? Hoe ik het zelf uitvoer? Of, nee, uitlegt ik aan iemand die daar nog nooit van gehoord heeft. Dat was een grapje, snap ik. Ja. Het is ook zo dat ik niet, er stond in het begin dat ik, ik ben samen de grondlegger met René Wormhout. Ja, goed dat we die ook even noemen. En René, die zien we wat vaker namelijk wel in de media. Hè? Die was onder andere op de foto toen het Nederlands elftal zich had gekwalificeerd. Volgens mij is die werkzaam bij het Nederlands elftal, zien we wel eens. Ja.
En hij was natuurlijk, denk ik, voor degene die het Sportlabs doc hebben gevolgd. En wie heeft dat niet? Was degene die Gregory inderdaad ontving in de ASM gymzaal in Almere. Precies. Waar in het kader van de aflevering van Kieran Batlu. Ja, maar terug naar Geert. Geert, het Athletic Skills Model. Ja, het gaat eigenlijk over veelzijdig bewegen. Breedmotorisch leren is nu wel een term die heel veel mensen overgenomen hebben. Maar wij verbinden ook eigenlijk bewegen en de sport aan elkaar. Mm-hmm. In dit model. En misschien kan je een beetje vertellen over de geschiedenis, hoe het ontstaan is. Ja, dat geeft wel een beetje inzicht. Wat ook eigenlijk bijzonder hiervan is. Kijk, ik zelf vind het natuurlijk bijzonder. Maar wat hier eigenlijk gebeurd is eigenlijk dat vanuit twee verschillende invalshoeken dit model tot stand gekomen is. Heel lang geleden, toen René nog bij Ajax in de jeugd werkte, deed hij al judo, touwklimmen, gymnastiek enzovoorts. En ik las dat in de krant. Ik zag dat in de krant dat iemand daarmee bezig was. En diezelfde tijd was ik bezig meer te verdiepen in talentontwikkeling. Ik had altijd motorisch leren gedaan. Een collega van mij die terugkwam uit het buitenland, die wou heel graag die cursus doen. Dus gaan wij ook eens een keer een nieuwe cursus opzetten. En ik was heel geïnteresseerd in talentontwikkeling. Was toen een hot item, is nog steeds eigenlijk. En ik las allerlei theorieën daarover. En in één keer is ook een van die theorieën van Jean Couté uit Canada. En hij propageert heel algemeen van dat kinderen, als ze jonger zijn, heel veel verschillende sporten moeten doen. En ze doen die verschillende sporten om die grondvormen van bewegen, zij noemen dat fundamental movements, om die te leren. En eigenlijk is dat een hele goede basis voor verder sporten. Dat was een idee van hem. En ik vond dat heel interessant idee. En aan de andere kant zag ik iemand in de praktijk, omdat ik vaker bij Ajax kwam in die tijd, omdat ik daar samenwerkte met Edwin Goethaar en met de medische staf, zag ik daar iemand vanuit de praktijk die daarmee begon. Die had dat gewoon gezien in de praktijk, ja, dat het een verbetering was. En zet ons eens op de tijdlijn in de geschiedenis. Waar zijn we dan? 2005, 2006. Realiseerde ik me. Ja. Ik was daarvoor wel al ook met nieuwe ideeën bezig bij Ajax. Maar dit was eigenlijk volgens mij een beetje beginpunt 2007. Dat we met elkaar in gesprek kwamen hierover. Mm-hmm. En toen nog helemaal geen idee hadden om dit verder uit te werken in een model enzovoorts. En hoe was René daar eigenlijk opgekomen? Hij zag dat het minder goede bewegers waren. Dus waren goede voetballers. En die kregen natuurlijk die voetbaltraining. Ja. Die hadden daar even niet over. Dat was allemaal heel goed. Ik was eigenlijk betrokken toen ook om bijscholing aan de coaches te geven. Met name onder de 12 en onder 15. En ik vond eigenlijk toen dat ze wel wat meer didactische kwaliteiten konden hebben. Het waren soms oud-voetballers die heel goed konden voetballen. Maar ik zei eigenlijk moet je mensen vanuit de academie lichamelijke opvoeding hier hebben. Of mensen vanuit CIO's, die kunnen veel beter met deze kinderen omgaan. Dat was al een hele discussie. Maar dat kwam eigenlijk onbewust, had daar dat idee in ook van eigenlijk ze leren wel heel goed voetballen, maar hoe is het met de rest? Mm-hmm. Want het atletisch vermogen, dat is in het voetbal, maar ook in alle sporten, gigantisch toegenomen. Ik bedoel, ik heb wel eens discussies met Wim Jansen gehad toen hij nog leefde. Dat was wel heel leuk. Tot hij het over had van dat zij het vroeger allemaal goed zagen. Maar als ik dan ook zei, maar Wim, het was ook allemaal wat langzamer. Voor mij, dat was gewoon het spel toen. Ja. Ja. Niks aan de kwaliteit van de spelers had. Maar het was wel even anders. Het is veranderd. En nu moet je misschien nog wel drie keer zo snel gaan zien. Enzovoorts. En ik wil nog steeds zeggen, die voetballers hadden eigenlijk in deze tijd ook hele goede voetballers geweest. Doet daar niks aan. Ik wil alleen maar zeggen, die sport verandert. Ja. En dat maakt ook het talent en de ontwikkeling zo boeiend. Want ik stel dat jullie twee talenten zijn van 12 jaar. Mm-hmm. Allebei op triathlon. In ieder geval, triathlon is nog een makkelijke sport, hè? Maar vind ik, om te voorspellen. Ja. Je hoeft alleen maar vol te om talent te voorspellen. En om te zeggen wat jij moet presteren om over als je 20ste bent om te winnen. Ja, helder. Je kan je voorstellen, bij heel veel sporten is dat dus heel lastig. Ja. En even terug naar de basis. Ja, je las erover uit Canada, je zag het in de praktijk en toen? Ja. Toen gingen René en ik aan de slag met elkaar praten. We kwamen toen op een gegeven moment bijna wekelijks bij elkaar. Zowel op de VU of bij Ajax. En toen stond het idee van, laten we dit een stukje op papier zetten. Ik zat meer voor een vaktijdschrift enzovoorts. Is leuk, die gedachte. En dan
toen kwam in één keer van één stukje, kwamen twee stukjes, drie stukjes. Toen op een gegeven moment hadden we het idee van, nou, dit kan best een leuk boek worden. Ja. Kijk, ik heb altijd wetenschappelijke artikelen. Maar dat weet ik ook, die wetenschappelijke artikelen, die worden door de praktijk bijna niet gelezen. Dat, als ik een artikel lees, ben ik gewoon een halve dag mee bezig. Mm-hmm. En dan heb je één conclusie. Ja. Ik kan me voorstellen, als je bij een coach aankomt en zegt, hey, lees het artikel even. Je leest drie dagen het artikel en zegt van, ja, maar de conclusie is dat ik het zo moet doen. Kan je dat niet meteen vertellen. Ja. Ja. Maar dat is logisch ook. Ja. Is ook... ja. Daar kun je ook leuke podcasts over maken, Geert. Hè? As we do. En dit is natuurlijk ook nog zo een keer, als wetenschapper heb je 10 artikelen en daarvan 3 laten zien naar rechts, 6 naar links en nog eentje die weet het niet. Ja. En dan vragen ze aan ons, ja, maar ik wil het weten, moeten we naar links of naar rechts toe? Ja. Ja. Als wetenschapper, ja, wacht eens even, 60-70% kans we naar links doen. Terwijl René aan de andere kant die zegt, ja, wacht even, ik weet eigenlijk wel hoe het moet. Dat zie ik gewoon. Ja, ja. Maar waarom het altijd zo goed werkt, dat moet ik ook maar zelf beredeneren. En daar komt die wetenschap, waar dat in elkaar geschoven bij die praktijk, werd. Ja. Juist. En ik dacht van, als we nou een boek kunnen schrijven waar we eigenlijk beginnen met een beetje de filosofie van het mensbeeld. Dan krijg je een hoofdstuk over puberteit en de groeispeurt, was heel actueel natuurlijk in de jeugd. Uiteindelijk moeten we ook komen bij, wat ga je dan ook daadwerkelijk doen? Ja. Dat zegt de wetenschap nooit. Aan de andere kant, bij de praktijk zitten ze heel veel dingen te doen. En soms weten ze niet waarom, maar het werkt. Omdat iemand dit gewoon kampioen mee geworden is. Ja. Ja. Zeker in de sport, ja. Hè? Als je wint, heb je gelijk. Hoeveel schaatsers zullen nu niet van de poel zien gaan vallen? Ja, we hebben het er vorige week uitgebreid over gehad. het hele trainingsmodel moet om. Ja, ja. Nou, als ze allemaal van de poel doen, winnen ze allemaal de 10 kilometer. Gaat natuurlijk niet werken. Nee. Maar dat is een ander verhaal. Dus dat was een beetje de aanleiding. En René heeft zelf ook nog wel, hij is fysiotherapeut achtergrond. Hij heeft natuurlijk lang in het voetbal gezeten. Dus we spraken ook wel dezelfde taal. Als bewegingswetenschapper weet je wel, want dat is belangrijk. Dat je dezelfde taal kan spreken. En we hebben eigenlijk een soort met het ASM-model, een soort nieuwe taal proberen te ontwikkelen. En dat is wat we op die cursus duidelijker maken. Dat al die mensen met elkaar kunnen gaan praten. Of je nou een coach bent, voetbal, een handbalcoach en dingen. Die hebben allemaal hun specifieke vaardigheden. En een specifieke kennis. Maar ja. Wij proberen aan die andere kant die taal een beetje gemeenschappelijk te maken. Hey, en Geert, ik hoor je veel over de ontstaansgeschiedenis bij de jeugd van Ajax. En over talentontwikkeling en kinderen. In hoeverre is het Athletic Skills model dan ook specifiek voor jeugd? Of is het breder inzetbaar voor alle sporters? Nee, het is echt een breed inzetbaar voor alle sporters tot, verreweg onze leeftijden. En dan stel ik me even gelijk aan jullie. Ja, ja, dat is een mooie bandbreedte. Maar mijn stuk jonger. 40 plus. Ja, daar ben ik dus niet meer. Niet meer, daar blijf je altijd, hè, als je die drempel helemaal over bent. Ja, dankjewel. Wel, dit stuk moet uitgezonden worden. Hè? Nee, dat is wel ook misschien wel we zijn wel daar gestart. Hè? En we hebben ook dat boek genoemd. Het eerste boek hebben we heel lang gediscussieerd over de titel. Hè? En dat was ook van... we hebben ook aan multisport gedacht. En toen bleek al dat er iets van multisport was overgenomen. Maar we zeiden ook van optimale talentontwikkeling. En wat ben ik daarmee bedoelde, was eigenlijk voor iedereen. Ja. Het was niet zozeer... En natuurlijk kwam René van het Ajax. En dan zat ik ook nog met heel veel topsport met de NEC en NSF. Dus iedereen gaf ons dat label een beetje... Ja, ze zijn alleen voor de topsport bezig. Maar dat is al lang niet meer zo. Wij zitten veel meer naar het gezondheidkundige aspect te kijken. En het gezond bewegen. Want op onze leeftijd... Hè, is het niet meer zo misschien breed motorisch ontwikkelen, maar het is het breed motorisch onderhouden. Ja. Zorgen dat je het kan blijven doen. En dan merken jullie zelf ook wel dat je een heleboel vaardigheden al... als jullie kinderen hebben, dan op een gegeven moment met tennissen was het zover, vroeger won ik altijd. En dan komt er een periode tot jij begint te verliezen. En dan weet je nog wel met trucjes dan een beetje te compenseren. En uiteindelijk krijg je de fase dat ze gewoon niet meer met jou willen spelen, want het is veel makkelijk. Ja, ja. Zeer herkenbaar, Geert. Ja. Nou, en dan verander je van sport. Dat is een goede strategie. Ja. Dan gaat van sport veranderen, waardoor je allebei op nul kan beginnen. Ja. Dat heb ik ook gedaan bij Padel, maar dat werkt niet zo lang meer, want ze zijn nu alweer beter dan Padel. Nou ja, sorry. Ja, je noemt het een paar keer. Het belang van breed motorisch leren. Waarom? Ja, er is niet zo één factor aan te wijzen. Dit is eigenlijk trouwens ook niet door ons ontdekt. Dat is eigenlijk ontdekt door Belgische collega's. Dus is misschien wel even een leuk verhaal om te vertellen. Is dat hij
Zij halen een coördinatietest uit de motorballen. Die was vanuit Duitsland, hadden ze die, van 1980. En die collega van mij, dat was Mathieu Loire, die had de opdracht eigenlijk van de Vlaamse regering om kinderen te screenen en te kijken. Het idee is dan als je die test doet, de bovenste 2%, dat zijn hele goede bewegers en die willen ze in de topsportprogramma's in Vlaanderen gaan zetten. Mm-hmm. Hij heeft daar 10.000 kinderen doorheen gegooid enzovoorts met die test. En wat eigenlijk bleek is dat ze de benchmarks voor die 2% te berekenen, daar zullen geen kinderen over. Die benchmark was dus veel te zwaar wat in 1980 en zo gemaakt was. Okay. En toen zijn ze verder gaan onderzoeken en om heel lang verhaal kort te maken, zijn er heel veel onderzoeken die aantonen dat die kinderen dus een soort motorische achteruitgang tonen in die vaardigheden sinds die periode. Misschien ook wel daarvoor, maar toen was het eigenlijk nog niet opgemerkt. En dan zijn er veel studies die laten zien. En het gaat eigenlijk al van 3 jaar tot en met 12 jaar. Dus dat was dat basisidee van die vaardigheden. Wat zijn de oorzaken? Hè? Het zijn multifunctioneel natuurlijk de oorzaken, of multiple. Je moet denken aan minder buitenspelen, het gaan naar school, het wegbezuinigen van gymlessen van vakleerkrachten op basisscholen, hè, wat toch heel ver gebeurd is. Zeker in de jaren 80 is het al begonnen. Ik kan me niks anders herinneren dat er alle bezuinigingen waren in dat opzicht. Mm-hmm. Alleen in de gymnastiek, maar ook in de muziekles en de tekenles of handarbeid, dat werd in één keer door dezelfde juf of dezelfde meester de hele tijd gedaan, die dan maar een beetje met een programmaatje, met de beste bedoelingen hoor, maar een beetje zat. Dan door onze welvaartsziektes natuurlijk die erin geslopen zijn. En wij denken dat het eenzijdig bewegen, dus zeg maar het heel vroeg specialiseren in één sport, dat dat ook wel eens een nadeel kan zijn. En het verschilt het ontzettend per sport. En sommige sporten zijn toch wel iets meer functioneler wat je allemaal doet. Hè? Gymnastiek kan je voorstellen, maar ook als je een teamsport doet. Maar daar is er natuurlijk ook al heel veel aandacht gaat aan uit. Dus het is een complex van die factoren. Ja. Je weet tussen 6, 7, 8 leer je eigenlijk alle... Als je een kind 7, 8 jaar oud is, dan zou die eigenlijk alle bewegingen, hè, wat wij dan de grondvormen van bewegen noemen, die hebben we wel ook iets anders ingevuld, zou die moeten beheersen. Maar daar wordt hij of zij in belemmerd door allerlei omstandigheden. Ook onze omgeving verandert natuurlijk. Ik heb zelf ook altijd de fout gemaakt dat ik mijn kinderen met de auto of op de fiets naar school bracht, terwijl je ook had zelf kunnen fietsen, wat we ook best wel veel zien. Vroeger liep ik zelf altijd naar school van mijn 6e, maar dat kon ook in die omstandigheden waar ik woonde. Uh-huh. Ik kwam voorbij de bakker en de doorsheers en die kenden mij allemaal, dus het was gewoon heel veilig om naar school te lopen en naar huis te rennen en weet ik wel allemaal. Die omstandigheden zijn veranderd. En het is dus niet één factor, maar het bleek wel ook wel dat het wereldwijd is. Het is dus niet alleen zo, ook in landen waar je veel kan bewegen, of waar de omgeving het wel toelaat, zie je ook dat je welvaartsziektes natuurlijk ontzettend toegeslagen zijn. Daarnaast is onze digitale wereld natuurlijk sterk veranderd. Ik bedoel, ik kan niet verbieden om een kind 7, 8 jaar niet een computer te leren te gebruiken, want dat hebben ze gewoon nodig. Op school, noem maar op. Enzovoorts. Dat zijn dus vaardigheden die je wel moet kunnen om verder te komen. Dus het is ook niet zo 1, 2, 3 te stoppen, denk ik, door die dingen weg te doen. Dat gaat niet werken. We moeten gewoon eens bewust zijn dat we dat algemene bewegen weer gaan invoeren. En een goed begin voor mij zou zijn gewoon, weer gymnastiek op de basisschool beginnen, 2 keer per week. Ja, om die grondvormen dus, want daar had je het over. Ja, want die mis ik nog wel even. Ja. Hè? Want we hebben gehoord hoe jij en René elkaar hebben gevonden, dat er een boek kwam. Maar ik wil nog even kernachtig weten, ook voor onze luisteraars, wat staat er dan in dat boek? Precies. Ik weet dat jij en Jurgen hebben voorkennis. Jullie hebben elkaar van de week al even gesproken. Ik heb natuurlijk ook even op de website gekeken. Maar onze onwetende luisteraar, wat is nou dat Athletic Skills Model? Ik zal even een samenvatting die ik zelf wel altijd handig vindt. Je hebt aan de ene kant de grondvormen van bewegen. Mm-hmm. Dat is dus balanceren, stoeieffecten, gaan lopen, springen, landen enzovoorts. Daar hebben wij er 10 van gemaakt. Dat hebben we, een collega van ons heeft dat echt heel goed opgepakt. Dat is Jurk Hendriksen. En die heeft daar de schijf van 10 van gemaakt. Een beetje analoog aan de schijf van 5 voor eten. Ja. Gezond. Ja. Ik noem dat zelf altijd populair. Dat is nu de gymnastiekles, de lichaamkopvoeding. Deze grondvormen van bewegen.
Zou het moeten zijn, de gymles? Ja, of is zou het moeten zijn. Ja, ja, maar okay. Het is de ideale wereld. Ja. En aan de andere kant heb je in de sport, heb je natuurlijk met uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid, kracht. Dat zijn de dingen wat in de sport van belang zijn. Ja. En wat wij nou in mijn ogen doen, zijn die twee heel goed verbinden door wat we noemen de coordinated abilities, de coördinatieve vaardigheden. Okay. En die coördinatieve vaardigheden, die zijn heel essentieel. Want coördinatie is het verschil tussen heel goed bewegen en minder goed bewegen. Niet die sportspecifieke vaardigheden. En dat is echt door, niet door mijn onderzoek, maar door onderzoek weer uit Gent aangetoond en uit Italië. Er zijn maar 2 of 3 longitudinale studies, maar die laten echt zien tussen de beste turners en de minder goede turners zitten met dat coördinatievermogen. Okay. Wat zijn die coordinated abilities? Is de verbindende factor tussen die twee. En dat leer je eigenlijk, dat is eigenlijk... Die twee, en dan ga ik even heel goed proberen of ik je begrijp. Dus aan de enerzijds die grondvormen van bewegen. Wat doe ik met mijn lijf? En anderzijds dat ook lang of intensief of snel uit kunnen voeren. Ja, dat zijn wat we vroeger op het CIOS noemden dat wel eens de clux. Weet je wel, coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht. En coördinatie zit erin, maar wij coördinatie is bij ons een verbindende factor. Ja, precies. Helder. En dat is ook waar wij de sport verbinden aan de... Ja. Aan de lichamelijke opvoeding, bij wijze van spreken. Exact. En op die manier, met het ontwikkelen van dit model, met deze beschrijving van sport en van topsporters, kunnen jullie dus beter begrijpen hoe komen winnaars tot stand. En dan is de volgende vraag, oké, en nu? Wat gaan we doen met het model? Hoe gebruik je het? Ja, wat we doen is dat je, zeg maar, die grondvormen bewegen, noemen wij dan een soort bewegingsanalyse. Daar leren we de mensen op de cursus. Nou, je pakt een sport. Nou, laat ik even jullie sport triathlon pakken, want dat is een hele makkelijke. Tweede keer dat je het zegt, hè? Ja, ja. Omdat ook op de cursus, ja, vaak doe ik dat niet, maar iemand anders vertelt dat. Kijk, als je triathlon zit, zijn 3 sporten. Dus je denkt van, hey. Lekker breed. Zijn goed bezig, breed. Ja. Maar dat is dus niet zo. Okay. In onze analyse doe je dan balans. Je doet gaan lopen. En de rest van die grondvormen komt er niet in terug. Ja, precies. Dus als jij naar de 3 sporten triathlon, zwemmen, fietsen, lopen kijkt en die plot op jullie 10 grondvormen weegt, zeg je, daar zitten eigenlijk maar 2 van de 10 in. Zit dan maar 2 van de 10 in. Ah. Nou, dan moet je vooral die sporten blijven doen als ze leuk vinden. Maar wat wij nou zeggen is van luister, er zitten dus een aantal grondvormen niet in. Mm-hmm. En die grondvormen wat er niet in zit, misschien moet je dus daar wat aan doen. En dat kan je dus doen door extra gymnastiekles. Maar je kan het ook doen door andere sporten te doen, hè, waar die grondvormen wel in zitten. En het blijkt eigenlijk wel uit wetenschappelijk onderzoek dat heel veel toppers ook dat die andere dingen erbij hebben gedaan. Die zijn vaak multifunctioneel, multisport opgeleid. Ja. En toch even goed begrijpen, Geert, waarom? Want je zou ook kunnen redeneren, hey, triathlon heeft maar 2 grondvormen, dan moet ik in die 2 grondvormen heel goed zijn. Boeien die andere 8, want die heb ik toch niet nodig. Nee, precies. Maar dan heb je wel je coördinatievermogen. En dat is exact, dat is wat je net zei, dat is die sleutel. Dus we worden er beter van, zeg jij? En waarschijnlijk zullen we er minder blessuregevoelig misschien ook door worden. Ja. Dat we, ja. Okay. Ja. Dus wij moeten gaan judoen bijvoorbeeld met elkaar. Ja, laat maar eens invullen. We missen er 8. Ja. Wat gaan we doen? Je zegt al een beetje gymnastieken. Nou, ik zal even uitkijken met judo. Als je nooit gejudo'd hebt, dan raak je wel geblesseerd. Dus ja, oké. Maar dat bedoel ik een beetje dat je met de leeftijd dat breed onderhouden waar je moet uitkijken waar je vandaan komt. Maar er zijn genoeg sporten wat te verzinnen zijn. Wat zou je dan willen doen? Je wou misschien stoeien vechten, kan je ook gewoon gaan boksen tegen een boksbal, bij wijze van spreken. Ja. Maar je kan ook kussengevecht doen, bij wijze van spreken, met je kinderen iedere avond. Als je dat al volhoudt, dan heb je die gewoon voor maar goed afgedekt, bij wijze van spreken. En zo kan je dus meerdere vormen verzinnen en ook kijken welke sporten die grondvormen dan wel rijk zijn, waarin terugkomen. Ja. Maar het geheim zit er dan in, tot die, tenminste dat zie ik als geheim, hè, dat zijn dat je dat eigenlijk leuk vindt om die sporten erbij te doen. Mm. Dat is een beetje zoeken. Maar welke, want ja, jij... Maar je, ja. Plezier dus. Hè? Ja, plezier vooral. Ja. Maar misschien is het goed om het rijtje gewoon even af te lopen van wat wij... Nou, stoeien vechten, dat vind ik leuk. Daar heb ik een beeld bij, ja. En dat, ja, vind je dat leuk? Met jou een kussengevecht, ja. Lijkt me heerlijk. Liggen er hier genoeg. Wat kunnen wij nog meer? Wat ontbreekt er op dit moment waar je zegt, nou, en daar moet je eens aan denken? Nou, nee, tennis of padel. Ja, padel, dan heb je een aantal grondvormen van bewegen met gooien, vangen, slaan, nikken...
zeg maar, bewegen zit, rollen, duiken, draaien zit erin, springen, landen niet iets minder. Tafeltennis is een goede sport waar je dit soort vaardigheden kan leren. Je kan natuurlijk ook af en toe eens even gaan klimmen. Een klimwandje pakken. En ja, misschien nog een beetje muziek eraan zetten, waardoor het bewegen op muziek er nog een beetje bij komt in het ritme. Want ook, jullie zullen wel bekend zijn, zeker als triathlon mensen, met het lopen, met muziek, met het ritme lopen. Ja, daar hebben we afleveringen over gemaakt zelfs. Ja. Ja, dus daar ook effecten van zijn. Nou, dat is al een hele, dan heb je die grond voor morgen meteen te pakken. Wijze van spreken. Dus je kan al binnen je eigen triathlon training, zou je al die muziek erbij kunnen. Ja, een mooi bruggetje voor onze luisteraars die dit voor het eerst horen. Zoek hem op. De aflevering Je muzieksmaak maakt meer uit dan je denkt. En onze zeer eclectische Slimmer Presteren podcast Spotify-lijst. Ook, die kun je ook vinden, ja. Nee, maar jij noemt vooral het stukje bijvoorbeeld inderdaad gooien. Wat op dit moment natuurlijk... Springen, landen. Springen, hoor ik. Ja. Okay. Daar zou je bijvoorbeeld kunnen tennissen, je zou kunnen pedellen, badmintonnen. Het zijn allemaal vormen waar het voetenwerk heel goed wordt, coördinatievermogen. Ja, grappig, want hoe het hier thuis nu gaat, hè? Mijn vrouw is helemaal aangeslagen op de pedel en op de tennis. En die zegt dan de hele tijd tegen mij, ga je ook mee? Nou, een paar keer gedaan, ik heb niet zo heel veel balgevoel, hè? Daar is hij, coördinatie. En toen zei ik dus op een gegeven moment, ja, leuk schat, maar ik ga triathlonnen. Dus, maar dat zit dan dus niet zozeer omdat ik niet denk dat het padel niet goed voor me is, maar omdat ik denk, ja, dit is zonde van mijn trainingsuren. Ga liever in dit uur dat ik hier sta te padellen, even fietsen of lopen. Maar ik hoor nu eigenlijk van jou, Geert, ga maar op die padelbaan staan. Ja, en er is een heel leuk onderzoekje weer. Wat bij kinderen heeft gekeken naar kinderen die één sport in de week doen, bijvoorbeeld voor 2 uur, en één sport voor 6 uur in de week doen. En dan hebben ze die coördinatietest afgenomen. En dan zie je dat die kinderen wat voor 6 uur die sport doen, die scoren beter op die coördinatietest. Nou, dat begrijpen jullie allemaal. Ja. Want dat betekent, ik ga meer trainen, dus ik word er beter in. Ja. Het bijzondere van het onderzoek is dat ze ook kinderen hadden die 2 tot 3 sporten voor 2 uur in de week deden. En 2 tot 3 sporten voor 6 uur in de week. Vonden ze hetzelfde patroon. Met 6 uur in de week beter coördinatie. Maar het mooie van dit onderzoek was eigenlijk een niet significante resultaat voor mij. Namelijk die kinderen wat 6 uur in de week 1 sport deden, die kwamen op hetzelfde niveau uit als kinderen die voor 2 uur die 2 tot 3 verschillende sporten deden. Ja, ja. En dan toch even niveau. Ja. Waar meten we dan, hè, even in de wetenschap, hoe mat je niveau dan? Maar dat werd door die coördinatietest. Die exact, die scoren op die coördinatietest. Dat is waar je alles aan meet. Ja. Nou, precies, waar je dat meet. En die is nu gemaakt door 20 door hun enzovoorts, door Dagens collega's. Ja. Coördinatie is eigenlijk het allerbelangrijkste. En dat coördinatievermogen geeft jou ook namelijk aanpassingsvermogen. Stel dat jij met je triathlon het water grotere weerstand heeft. Of de fiets met de wind tegen fiets. Waardoor je dus bepaalde vaardigheden moet aanpassen in dat fietsen. Mm-hmm. Daar zit een coördinatievermogen in. Ja. Kunnen wij misschien een keer een coördinatietest doen? Nou, ik was ook benieuwd. Is dit op het internet te vinden? Kunnen wij dit in de show notes zetten? Of is dit... Nou, dan moet je een training bij de ASM afnemen. Hoe werkt het, Geert? Nee, de coördinatietest, zoals ik weet, gaat niet om 19 jaar. Ah. Oh. Dus ik weet niet of die... ik was zelf ooit eens begonnen voor ouderen. Ja. Heel ouderen om eens... Wat kan je eens beschrijven hoe zo'n testje eruit ziet? Wat doe je dan in zo'n test? Ja, er zijn dus verschillende mogelijkheden. Eén test hebben wij zelf verder ontworpen, maar ik kom even terug bij de oude test. Bestaat uit 4 onderdelen, namelijk evenwichtsbalk, balans, ooghandcoördinatie, met ballen tegen de muur gooien, afwisselen met linker en rechterhand. Dus je kan het wel een keer uitproberen hoor, en kijken hoe ver je scoort. Ja, ja. Het lijkt me dat die scores van 19 jaar, als je die haalt, dat iemand om 19 jaar stop haalt, tot dat gewoon echt top is. Ja, ja, zeker. Gewoon echt, als je dat voor de grap wil doen, moet je dat zeker doen. De derde is, ja, met een plateautje waar je op staat, dan moet je iedere keer verwisselen. Moet je snel opzij schuiven. Net is een beetje als als je op het strand je handdoek onder je ligt en de strand is te warm, dat je iedere keer die handdoek verlegt om snel te lopen. Zoiets moet je dat, zo'n test is erin. Ja. En wat was de derde? Opzij springen. Net zoals een soort skibeweging. Opzij springen binnen 30 seconden zo ver mogelijk. Ja. Dat is een losse coördinatietest. En daarnaast hebben wij een idee gemaakt met een soort hindernisbaan. Dat is ook een idee van René. Dat hebben we ook echt wetenschappelijk onderzocht. Waar kinderen een baantje doen. Een hindernisbaan waar ze moeten klauteren, waar ze moeten kruipen, waar ze moeten springen, waar ze een bal moeten gooien, bal moeten schieten. En die tijd, die scoren daarop, dat zegt ook iets over jouw coördinatievermogen. Dan krijg je al die koppelingen aan elkaar.
Dus je brengt al die scores op die losse onderdelen, bereken je in een soort formule en daar komt een waarde uit. En daarmee kun je jezelf en anderen wellicht met elkaar vergelijken. Ja, precies. Ja. En als ik je dus goed begrijp, stel Jurgen en ik doen morgen een nulmeting op zo'n parcoursje, dan komt daar waarde X uit. Ja. En dan is eigenlijk jouw advies, nou jongens, ga maar eens toch een uurtje in de week padellen of ga maar kussen. Nou, anyway, maar in ieder geval wat anders dan alleen maar dat lopen, fietsen, zwemmen. En dan zouden wij, wat voor termijn mogen we dan effecten verwachten en wat voor soort effecten? Geen idee. Nee, dat, zover gaat het onderzoek nog niet. Nou, hier zitten twee proefpersonen, denk ik. We willen ons wel laten. Mooi onderzoek. Maar is dit wel de lijn van denken, Geert? Dat we dan bij wijze van spreken na 3 maanden weer zo'n testje zouden doen en zouden moeten zien dat we ons coördinatievermogen verbetert, waardoor wij ook beter worden in triathlonen. Er is weer onze zuiderburen, die doen het ook beter dan dat. Die hebben wel een programma gedaan van 6 weken met lichaamkopvoeding en reguliere gym als controle. Ja. En die hebben dan van allerlei dit soort vaardigheden gedaan. En weer in de KTK gemeten. En je ziet ook dat die dan sneller vooruit gaan. Okay. Dan moet ik ook zeggen, die kinderen kwamen, de gemiddelde score die is op 100. Hè? Dat is zeg maar intelligentie. Index, ja, ja. Die kinderen begonnen allemaal op 90 zo'n beetje. En die kwamen dan boven de 105, 110 uit na, ik dacht maar 2x6 weken programma hadden ze gedraaid. En dat is dus, dat valt dus reuze mee. En nou, dan moet je wel een beetje met de leeftijd discussiëren tot dat misschien wat langzamer gaat enzovoort. Maar dat valt dus reuze mee. En dat is natuurlijk ook wat die toppers blijken achteraf. Met vroege specialisatie en wat wij noemen iets later specialisatie. Als Federer enzovoorts. Die bekend zijn voor hun tennis. Maar die hebben eigenlijk heel veel van deze sporten in hun jeugd ook gedaan. En het zit hem dus meer in die variatie. Want dat heeft met motorisch leren te maken. Een zekere vorm van variatie zorgt dat je beter adaptatievermogen krijgt. En het is zelfs zo dat zelfs die variatie kan leiden tot betere creativiteit. Daar zijn ook wel onderzoeken naar. Alleen de relatie met motoriek is nog niet helemaal aangetoond, maar wel welke soort trainingen je krijgt. Dus dat zit allemaal verdisconteerd in dat analytisch skillmodel. Dus er lopen nog motorisch leren doorheen, van het onbewust leren. En wij hopen, wij denken ook dat we transfers naar andere dingen kunnen maken. Dus nou, even een grote sprong misschien, maar ik doe zaalvoetbal. Ik speel zaalvoetbal, waardoor ik snel beslissingen moet nemen, waar ik kijkgedrag heel veel om me heen moet kijken. En als ik dan op het veld ga spelen, heeft dat voordelen. Als je met hockeyspeelsters vraagt, en ik heb er al een heleboel studenten die in de hockey hoog spelen, en ik vraag aan hen, als jullie uit het zaalseizoen komen, vinden ze het geweldig op het veld? Het lijkt net als alle tijd van de wereld. Omdat het veel groter is. Ja. En het is een beetje noodgedwongen tot ze in de zaal gaan. Met die hele echte hockeyers denken, ja, dat zaal is toch alleen maar wat voor de mindere goden. Maar dat is eigenlijk goed voor de techniek, voor de transfer enzovoorts. Pure toeval natuurlijk, maar je kan je voorstellen dat je op die manier trainingen kan inrichten. Ja. En dan kom je heel niet meer en meer tijd uit. Nee, precies. Maar dat is altijd de discussie een beetje inderdaad. Van, je noemt hem al, Federer. En jullie hebben een x-aantal voorbeelden. Van Cruijff tot Ibrahimovic en Mathieu van der Poel. Allemaal sporters inderdaad. Waar jullie gretig gebruik van maken natuurlijk. Bijvoorbeeld op jullie website door te zeggen. Kijk, die hebben in hun jeugd meerdere sporten vaak beoefend. Aan de andere kant, ja, we hebben toch ook nog de Tiger Woodsen en de Agassi's die ogenschijnlijk op hele jonge leeftijd eigenlijk gedrild werden en toch ook successen hebben bereikt. En dan kom je natuurlijk, de 10.000 uren regel wordt dan weer genoemd. Daar ben je altijd heel sceptisch over. Ja, ben ik ook sceptisch. Ik ben wel een aanhanger van het breed motorisch opleiden. Maar toch, er zit altijd nog steeds een bepaalde wrijving tussen de twee manieren om de top te bereiken. En ik denk dat veel, met name ouders misschien daar ook wel wat moeite mee hebben of coaches. En denken, allemaal leuk en aardig andere sporten doen. Maar is het niet verstandig om gewoon die uren te stoppen in de sport waarin een kind nou eenmaal talent heeft en goed moet worden? Nee, dat is zeker waar. En kijk, je moet wel trainingsuren maken. Want ook in het en uit het skillmodel zijn wij dan niet tegen dat je 10.000 uur maakt. Het gaat erom hoe je die invult. Mm-hmm. Natuurlijk. Ja. En die invulling moet iets anders. En wij zoeken meer naar de kwaliteit van bewegen te bevorderen. En dat is natuurlijk zo, als je heel eenzijdig traint en drilt, word je wel heel goed in dat ene ding. Maar zo snel de omstandigheden veranderen, en dat is namelijk, hè, dan kom ik even terug bij het mensbeeld. Wij zien gewoon lichaam en geest als één systeem.
Dus ooit door filosoof Descartes. Nou, die naam ken je ook wel. Ja. Ooit verzonnen dat we lichaam en geest dat apart is. Maar dat is helemaal niet apart. Het is gewoon één systeem. Het zenuwstelsel is één systeem. Ja. Het lijkt me niet goed om dat te scheiden. Maar ook nog eens een keer in de omgeving waar je zit. En die omgeving is natuurlijk heel dynamisch. Die verandert niet eigenlijk. Die verandert zeker in sport. Ja. Zeker in sport. Maar ook in het dagelijks leven. Als jij gewoon gaat kijken bij een zebra oversteken. Je steekt bijna nooit. Ja, je loopt. Maar de ene keer moet je wat sneller lopen dan langzaam. Waar je alledaagse systeem van handelingen zit ook al heel veel variatie in, natuurlijk. Ja, ja. En ik denk dat is eigenlijk in de kwaliteit van de trainingsuren, daar moet je het in zoeken. En ik weet natuurlijk dat ouders, die komen dan nog even. Ik heb niet zo lang geleden voor Hockey Internationals ook dit verhaal gegeven. En die hebben allemaal aanzien. Allemaal echte oude toppers die Olympische Spelen enzovoort gedaan hadden. En die zaten dan via hun kinderen, zaten ze natuurlijk op die hockeyclub om die te steunen. En gaven ze dan ook trainingen. En die kregen ook van die ouders te horen, ja, maar wat ben je nou mee bezig? Ja. Ze moeten hockey leren, want zij deden dan dat breed methodisch en ze deden wat variatie. Ze zagen zelf vanuit hun eigen geschiedenis dat dat heel goed werkte natuurlijk. Ja. Ook zij zeiden van hoe moeilijk het ze hadden om ouders uit te leggen tot dit eigenlijk beter was. De anekdotes die ik dan zelf ooit verzonnen heb, wat ik hun altijd meegeef als gereedschap, is het volgende. En misschien kan ik dat nu vertellen. Kunnen jullie ook gebruiken. Graag. Hebben jullie wel bij kinderen, of niet? Ja. Ja. Hoe oud zijn ze nu? Mijn is denk ik de jongste. Die is 10. Bijna 11. Bij mij gaat het al 17, 19. Dat zeg ik, en, die is 11. 21. Ah, ja, okay. Ja. Nou, die van mij is 11. Ik maak ze voor het gemak even 8 jaar. Oké. Okay. Ja? Ja. En dan zei, het zijn ook nog even meisjes. Ja. Waar ik erop kan, hè? Ja. En dan vertel ik vaak verhaal. Nou, dan komt morgen de rekenleraar komt naar jou toe. En die gaat jou vertellen van, luister, uw dochter, die is heel goed in rekenen. Dat is echt buitengewoon. Ik heb nog nooit een leerling gehad die zo goed in rekenen is. En daar zit echt een toekomst voor haar, in dat rekenen. En kijk, als ze dat heel goed wordt, ze kan zeg maar de middelbare school misschien in 3 jaar doen voor het rekenen. Investeren opleiding, ze kan gaan simuleren, modellen maken. Ze kan het weer voorspellen, wat niemand kan. Ze kan de beurs voorspellen, ja? Ja, gaat er rijk mee worden. Ik kan je voorstellen, modellering is dus in heel veel gebieden wordt het gebruikt. Hè? Dat weet je ook wel, niet alleen in de sport. Ja. Ah, is alleen één dingetje. Het is alleen één dingetje. Ik zou haar nu van school nemen en de rest van de vakken vergeten. Ja? Dus dan lezen, dingen, boekjes lezen, leuke dingen doen, gymles, allemaal niet doen, alleen maar puur op rekening gaan doen. Vraag je aan die ouder, zeg ik tegen die coaches, van, vraag je aan de ouder, welke ouder gaat dat doen? Kijken wie de vinger opsteekt. En dan gaat bijna niemand de vinger opsteken, die wordt uitgehuld door die ander. Ja. Dan zeg je, maar in de sport willen jullie dat wel. In de sport wil je dus dat iemand al met 6, 7 jaar, ja, het is leuk dat hij dan bij die club zit, terwijl we weten dat de voorspellende waarde bijna heel klein is. Hè. Je kan pas 14, 15 jaar kan je gaan voorspellen wanneer iemand in die sport is. Als het kinderen leuk vinden om die sport te doen, absoluut niet tegenhouden. Prima. Maar om het dan helemaal te zeggen van, het moet allemaal die vaardigheden geleerd, omdat je dan misschien niet in de selectie van de D1 zit als die 10 is en 12. Hè. Het is ook een soort self-fulfilling prophecy. Ja. Ja. Ja, als jij trainer bent van de D1 en je mag ieder jaar even, pak even voetbal en je mag de kinderen uitselecteren en jij gaat 3 keer in de week trainen en jouw buurman die zit even doet de D2, maar die traint maar 2 keer in de week. Ja, en na een jaar win jij met de D1, dik van de D2. Ha, ha, ha. Logisch, nou, goed, ja. Is logisch, toch? Ja. 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 Dus het zit zo in ons systeem gebakken. Maar is niemand van die mensen zal zeggen van, luister, laat nou maar gewoon allemaal gaan rekenen met de voorspellende waarden tot ze hij zei heel rijk zal worden en goede modellen zou kunnen maken als ze 18, 19 is. Ja. Maar toch, jij hebt invloed volgens mij, of invloed. Je wordt betrokken bij, denk NOC, NSF, sportbonden. Ja, wilde ik ook naartoe. Wat doe jij hiermee bij de topsporters? Bij de KNVB. Ik bedoel, deze boodschap moet toch eens een keer, of moet landen. Ho, wacht even. Eerst even dit. Jurgen, wat is eigenlijk het slimste moment om je keuken schoon te maken? Direct nadat je hem gebruikt hebt natuurlijk. Dus meteen na het koken gelijk sprayen, even laten inwerken, afnemen met een zooddoek en klaar. Aha, dat klinkt slim. Schoonmaken gaat super gemakkelijk met een slim schoonmaakpakket van Zo. 100% natuurlijk, vegan en zonder verspilling.
Vanaf nu ook verkrijgbaar via onze Slimmer Presteren webshop of via zoschoon.nl. De truc is niet schoonmaken, maar schoon houden. Ja, maar los van de boodschap, Geert, ik ben nog wel even benieuwd. Jij bent betrokken geweest bij verschillende topsportteams. Hoe implementeer jij deze kennis en wijsheden van het Athletic Skills model concreet in die programma's? Doe ik niet. Sorry, is een flauw antwoord. Dat doe ik niet. Wat ik doe bij de NSCSF, bij de topsport, dat zijn namelijk de teamsporten. Ja. Daar doe ik meer het onderzoek naar kijkgedrag en spellenzicht. Oké. En dat is eigenlijk niet gebaseerd... Dus je bent daar wel bij betrokken, maar niet specifiek vanuit... Niet vanuit het ASM, dat is gewoon later. Ik was daar eerder bij betrokken. Oké, helder. De afdeling breedmotorisch opleiden is ook bij de NSCNSF weer een andere afdeling, zal ik je vertellen. Dus dat zijn weer andere mensen die waar je mee... Schuiven ze meer naar de breedte sport toe. Ja. Het zal nog wel even duren voordat... zeg maar in coronatijd stak ik wel tot er wat veranderingen kwamen in trainingen. Maar dat was een beetje gedwongen. Hè? Ja, maar veranderingen in de richting van wat beter past bij de 10 verschillende grondvormen gebruiken, coördinatie verbeteren. Om een voorbeeld te noemen in de topsport, er zijn een aantal mensen die wel zeg maar simpele veranderingen doen, bijna onopgemerkt, dat noemen ze niet ASM, maar bijvoorbeeld Jeroen Otter, Oortrek, Het gaat ze ook andersom. Ah ja. Je kan alleen maar dezelfde kant doen, maar de andere kant doen. En als je dat dan ook leest, waarom die dat doet, die zegt, het neuromusculaire systeem wordt uitgedaagd, we weten als we de links-rechtskant doen, hè, als je eenzijdig kan dus ook zijn de hele tijd aan de rechterkant, maar niet de linkerkant, hè, met hockey hebben we dat ook, gebruik ook de handen hockey stick, gaan eens van de andere kant oefenen, en dat heeft weer te maken met dat mens één heel systeem is natuurlijk. Ja. Het besturingssysteem wordt dan verbeterd, hè, het neurologische besturingssysteem wordt verbeterd, en dat is eigenlijk die coördinatie, dat is het geheim van die coördinatie. Dus je kan wel dikke spieren hebben, maar je moet ze wel goed kunnen aansturen. Ja. Hey, zou ik hem concreet maken naar de triathlon? Twee kanten ademen, hè? Ja. Daar is hij al in het zwemmen bijvoorbeeld, hè? Want je hebt natuurlijk een voorkeurskant om te ademen. Ga maar ook op de andere kant ademen. Dat is namelijk ook heel praktisch. Als je een keer wind of golven van de ene kant hebt, dan kun je ook de andere kant op. Ja, precies. Achteruit trappen bij het fietsen. Oh nee, is niet zo handig. Ja. Dat levert niet zoveel op. Zelfde beweging. Nee, want daar ben ik nog wel een beetje naar op zoek. Ik begin hem te begrijpen. Maar nu concreet, ik zit nu in een goede periode. Ik denk dat ik wel minimaal 4 en zeker 6-7 uur in de week nu kan trainen. Maar laten we eens die gemiddelde amateur pakken die 4-5 uur in de week heeft. En dat is al best veel. Ga ik dan inderdaad zover, of ga jij zover, dat het advies misschien wel is, snij maar eens een uurtje hardlopen weg en ga maar op de pedelbaan staan? Is de verwachte effect zo groot? Dat zou je kunnen doen, maar je kan ook, dat heet bij ons het ASM Continuum. Mm-hmm. Dat betekent dat je heel sportspecifieke vaardigheden hebt. Dat gaat dan naar aanpassing in die sportspecifieke vaardigheden, naar donorsporten, naar multisporten. Okay. En donorsporten zijn die sporten wat ook die grondvormen van bewegen wat in je eigen sport zitten. En bij multisporten zijn die andere. Daar hebben we het straks al even over gehad. Ja. Maar je kan natuurlijk je training bij die multisport beginnen en uiteindelijk eindigen heel sportspecifiek. Dus iedere training, en dan heb je eigenlijk geen warming-up meer, maar je gaat gewoon aan die kant in je sport zitten. En of je nou 1 uur in de week traint, of 2 uur in de week, of 10 uur in de week. Alleen als je 10 uur in de week hebt, heb je dus meer effect daarvan dan 1 uur in de week. En het is zelfs zo dat ik trainingen van René gezien heb bij Nederlands Elftal, dat ze niet eens in de gaten hadden hoe dat begonnen ze. Noem je warming-up, maar ze beginnen met die multisporten en dat loopt helemaal over in de training. Bijvoorbeeld door spelvormen of zo. Ga maar ticketje doen of dat soort dingen. Ja, even wat nieuwe vaardigheden. Het leuke is daarvan dat sommige hele goede voetballers iets minder goed zijn plotseling in het pikken. Ja. Even voor de coach heel interessant. Ja. Dan denk je te zien dat hij toch, dat kan hij helemaal niet. Enzovoort. En kijk, je kan ook de loze tijd. Dat heb jij dan misschien als amateur niet, maar dan hebben die profspelers natuurlijk wel. Je kan in de middaguur kan je natuurlijk op je computer zitten, maar je kan ook tafeltennissen. Ja. En dat gebeurt ook. Dit soort, en ze maken dan zelf spelvormen, bij wijze van spreken. En ik zie dat als extra trainingsbewegingstijd. Die wordt dan heel nuttig, en dan merken ze niet eens dat dat een trainingstijd is. Dus je moet het niet eens training noemen. Nee. Maar het is gewoon eigenlijk gewoon in tafeltennis tafel aanschaffen. Ja, precies. Ja.
Maar dat is die Federer ook altijd gedaan. Die Federer heeft ook altijd sporten gedaan die hij leuk vond. En nooit om een goede tennisser te worden. Ja. Heeft hij natuurlijk nooit bedacht. Ja. Dus die tafeltennistafel moet terug ook op scholen sowieso. Of in bedrijven. Ja. En eigenlijk, daar moet veel slimmer nagedacht worden over eigenlijk de pauzes waarop kinderen in plaats van op hun telefoon te gaan zitten, gewoon spelenderwijs aan hun grondvormen kunnen werken. Dus dat zou jouw advies zijn. Ja, en nou het inrichten van omgevingen. Door omgeving heel sterk gestuurd. Dat is wat ASM ook doet met die gymzaal en de Skill Garden enzovoorts. Hoe kan je nou die omgevingen, dat gedrag gaan uitlokken. En dat je ook gewoon... Kijk, ik was voetballer altijd. Als ik een mooi grasveldje zag, dan was het bij de buren. Dat was om te voetballen. Ja. Ja. Daar waren de buren niet blij mee, want dat grasveldje kon er helemaal niet tegen. Dat was maar bij wijze van spreken. Nou, zo, hè, er moet uitnodiging zijn om dit te gaan doen. Ja. Ja, als je een bal ziet, heb je zin om dat tegenaan te schoppen. Nou, als jullie een fiets zien, heb je denk van, ik ga even een stukje fietsen. Zeker, Dat is wat de uitnodiging daarin, de omgeving daarin triggert. En daar kunnen wij de omgeving natuurlijk veel meer in sturen. En dan heb je ook simpele dingen als van, de liften, jongens, gaan pas van de begane grond naar de derde etage. En niet naar de eerste twee, die loop je maar. Ja. Of je moet een gehandicap, of je moet iets hebben waardoor dat niet kan natuurlijk, of ouders zijn. Maar de meerderheid van onze studenten op de VU, die hebben goede benen, die kunnen makkelijk naar de derde en de vierde lopen. Nou, dan zet je dat ding toch gewoon uit voor de eerste twee etages. Zo moedig is het toch niet? En dan krijg jij niet voor elkaar. Ik bedoel, nou, en jij niet alleen, en jouw collega's die alles weten van het belang van breedmotorisch leren en bewegen. Voor elkaar bij de faculteit bewegingswetenschappen om die liften uit te schakelen? Nou nee, er gebeurt wel wat. Er worden wel wat liften gedaan, maar ik heb wel vaker als ik presentaties heb gehad voor mensen uit het buitenland, die dan verbaasd zijn tot ik naar de zesde verdieping loop, dat ze maar meelopen. Ja. En soms dan ook boven staan na de presentatie, hebben we ook een keer meegemaakt, dat ze allemaal bij de lift stonden. En dan moet je nog heel lang wachten op de lift. Ik zei, nou, ik heb net een verhaal gehouden van een uur over bewegen. Ik zou naar beneden lopen als ik jullie was. En dan zie je ook schoorvoetend er één of twee. En daar gaan we. Hey, en dit is wel een leuke tip, want we zijn natuurlijk altijd in deze podcast op zoek naar praktische tips. Even voor alle luisteraars in de rol van manager of mensen die een onderneming leiden of personeel hebben. Daar zit hij dus ook al, hè? Dat breed motorisch bewegen, sowieso bewegen in de werkomgeving en niet per se in een training. Ja, dat vind ik wel mooi. Nee, ook wandelen. Ja, dat is Erik Scherder, mijn collega, propageert dat heel veel. Hè? Ja. Ik zie hem ook bijna, hij woont bij mij in de buurt. Ik zie hem ook heel vaak iedere dag, zeker 2,5 uur met de hond rondlopen. Dus hij brengt het ook zelf helemaal in praktijk. Ja. Ja. Dus je kan het ook zoeken in veel simpelere dingen. En kussengevechten met je kinderen en tafeltennissen. Ja. Hey Geert, nog even om de chronologie af te maken. We begonnen helemaal bij het begin, 2005, 2006, het ontstaansgeschiedenis. Als ik gisteravond op jullie site kijk, dan bieden jullie trainingsprogramma's aan voor coaches en trainers om zich hierin te bekwamen. Wat nu? What next? Waar ben je zelf onderzoek naar aan het doen? Of waar gaat het heen met het Athletic Skills Model? Ja, dat is wel mooi dat je het vraagt. Dus we hebben die cursussen, zeg maar, voor mensen een soort instructeur te worden, waardoor ze zelf, we leren hun zelf programma's te maken. Dus we gaan nooit, dat was ook een beetje jullie vraag, van wat moeten wij nou doen om een goede triathlonatleet te worden? Maar die vraag krijg ik ook wel van ouders, van mijn zoontje zit bij een BVO, is 14 jaar, welke sporten moet hij nu doen om een goede voetballer te worden? Dat is dus heel persoonlijk. Ja. Dan moet je die bewegingsanalyse doen. Wij leren mensen dat te doen. In de stap 2, daar gaan we wat verder in over de achtergronden van bewegingswetenschappen, maar ook van andere wetenschappen. Kijkgedrag kijken we daar wat meer naar enzovoort. Dus meer proberen dan die transfer te maken meer naar cognitieve dingen, wat mensen herkennen. En waar wij de stadium waar we nu in zijn, is eigenlijk dat we die zoveel mensen nu al opgeleid hebben. Met nou die omgeving en die gymzalen worden ingericht. Mijn stap nu is eigenlijk om een soort, wat we noemen, Masters of Movement gaan we beginnen. Dat is een soort community idee. Dat de mensen die gaan we bij elkaar zitten en wij nodigen sprekers uit. Zowel wetenschap als praktijkmensen. Dat verbinden we aan elkaar. En dan gaan we met hun een discussie over. En hoe kunnen we dit nou verder brengen? Want ook het Athletic Skills Model is dus niet gewoon één, eigenlijk wat je zei, in 2005 heel simpel eigenlijk ontstaan. Door wat judo te doen en gymles te doen. Mm. Maar lang veel verder. Mm. Dus het is een soort dynamisch. En wij leren ook weer van de mensen vanuit de praktijk. Van nou wacht even, ik heb dit. Of, ik doe dit al jaren, dat horen we ook van vaak. Alleen ik heb het nooit zo genoemd of nooit beseft. Dus de vaardigheden hebben ze soms al.
Ja. Alleen ze passen niet systematisch toe. Dus wij proberen die community nou op te bouwen, maar ja, tot ook iedereen besmet raakt met dit idee. En eigenlijk is de grootste inzet is meer op de gezondheid. Ja. Het gezondheidsaspect. Maar ook als topatleet moet je natuurlijk gezond blijven. Ja. En het blijkt wel uit Amerikaanse onderzoeken dat ook als je die verschillende sporten doet, of dat multifunction, zeg maar multiskills een beetje opgeleid wordt, dat je dan ook weer minder last hebt van blessures. Maar dat is ook logisch, want je bent minder eenzijdig. Als jij de hele tijd met de rechterhand gooit, maar doe ik af en toe met de linkerhand gooien, ja, je kan dus meer doen. En er is ook transfer tussen die lichaamsdelen. Dat is al bijvoorbeeld bij verspringen gevonden door Duitsers, die dan niet met het afzetbeen trainen, maar met het niet-afzetbeen gaan verspringen. En die bleken een keer verder te springen met een afzetbeen. Dus dat is gewoon coördinatie. Ja. Dus dat is niet dat die spieren die kant ook dikker is geworden. Het is gewoon pure coördinatie. Dus je begint ook steeds meer wetenschappelijk indirect bewijs te komen dat dit toch een goede manier is. En we moeten het natuurlijk proberen te verfijnen de hele tijd. Ja. Is dat niet ook onderzoek geweest, moet ik even denken, bij jonge voetballertjes die met beide benen oefenden en dat juist ook, van nature waren ze rechts, maar ze gingen ook met links trainen, dat ze juist ook met rechts beter gingen schieten? Dat zou kunnen, ik ken het onderzoek niet. Het zou mij niet verbazen. Het zou mij niet verbazen. Het past in wat je net vertelt. Ja. Ik zat, hoeveel instructeurs zijn er inmiddels in Nederland, ASM-instructeurs? Ik weet het niet zeker. Massa menos. 2000, zo ziet het zelfs. 2000, oké. Dus, En als hoogleraar, waar ben je zelf, waar wordt jouw wetenschappelijke nieuwsgierigheid op dit moment meest door geprikkeld? Nou ja, de nieuwsgierigheid is toch tot. Ik was altijd geïnteresseerd in hoe het kijkgedrag, visueel kijkgedrag, verbonden was aan bewegingen. Dus hoe je een bal vangt, hoe je een bal slaat, tennis doet enzovoorts. En ik zat ook een beetje meer in de ontwikkeling van de refletatie. Tot mijn eigen kinderen, toen die 6, 7 waren, gingen sporten. Die gingen, dat is allemaal pure toeval. Die gingen dus meer sporten en die hadden ook interesse in veel meer sporten. Ik had dat gevoetbald en getennis, maar ze gingen op allerlei dingen. Mijn dochter ging op atletiek, softbal, zwemmen, noem maar op, al die dingen doen. En eerlijk gezegd, ik ging dat ook vaak bij trainingen kijken of een ophalen. En ik werd niet altijd blij van de training. En nou, dat is ook een van de gesprekken daar waar ik met René kwam. Ik zeg, hoe kan dit nou? Weet je wel, we hebben zoveel opleidingen, we hebben de KNVB, de hockey, noem maar al die bonnen, en we hebben allemaal coaches die opgeleid worden. Ik zie gewoon trainingen van zoals ik het ooit begon. Ja. 30 jaar geleden. Dat de tijd stilgestaan heeft. Dus dat was ook wel een van mijn passies. Eigenlijk ook bijna eigen belang. Van, ik wil door mijn kinderen veel leren sporten. Nou, inmiddels zijn die al oud genoeg en die beslissen het allemaal zelf. Maar dat is ook een van de speerpunten geweest. Vandaar, ja, wij moeten hier wat aan gaan doen. Ja. En daar vond ik en René een hele goede partner natuurlijk. Die dat eigenlijk zelf herkende bij toppers. Ja. De toppertjes. En dus, wetenschappelijk nu, grote studie bezig, nieuwe studie? Nee, ik heb dus wel een aantal projecten lopen. Een stuk of 20 projecten lopen in die richting. En die zitten niet allemaal in de richting van ASM. We doen ook ander onderzoek in de richting van de revalidatie. Ik leid die onderzoeksgroep en er zijn nog meer mensen bij betrokken. Hoor. Uiteraard. Zelf. Ja. Maar een van mijn favorieten is bijvoorbeeld spel en zicht bij voetbal. Bij 12, 13, 14-jarigen. Dat zijn we aan het onderzoek. Hebben we ook bij heel veel clubs, bij Feyenoord, PSV en gedaan. En omdat ik denk dat dat een van de factoren is. Ik ben altijd heel blij met Frenkie de Jong. Ja. Want? Maar misschien 10 jaar geleden was Frenkie de Jong ondergesneeuwd. Omdat hij dan het fysieke zo belangrijk was. En wij weten allemaal, nee, het zijn die technische voetballers. En Messi heeft dat natuurlijk op de kaart gezet. Dat dat eigenlijk ook heel belangrijk is. Dat het spel mooi maakt. Ja. Dus je krijgt met één direct daar allerlei beloningen voor. Dus ik ben, zoals ik al zei, ik ben zeer geïnteresseerd in het beslisgedrag. En hoe je dat beslisgedrag kan doen. En zo ben ik ook bij die NSNSF, bij die Team Up betrokken. Dat gaat over beslisgedrag. Beslisgedrag in volleybal, waterpolo. En we zoeken naar parallellen daartussen. En ik probeer die vragen wat zij hebben, dat dan in wetenschappelijke vragen om te zetten. En dat weer met hun terug te kaatsen, enzovoort. En dit klinkt natuurlijk heel makkelijk. Maar jullie weten van je eigen podcast dat dat best lastig is. Want je vraagt mij ook iedere keer naar concrete voorbeelden. Zeker. Ja, het is enorm lastig. En dat is dus gewoon heel lastig. En ik denk, ja, dat is een mooie die samenwerking met René natuurlijk. Dat van twee kanten komt. Ja. Hij stelt precies dezelfde vragen. Ja. En als hij dan iets beweert, zeg ik ook, ja, maar daar is helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor. Ja. Weet je dat? Nou, het lijkt wel alsof hoe het hier op de bank af en toe
gaat. Ja. Het heeft een coach verzonnen en natuurlijk de coach maar kampioenen. Ja. Maar goed. Mooi. Jurgen? Ja. Is mooi, hè? Zeker. Ik denk dat we maar eens een potje moeten gaan padellen. Nee. Ja, dat sowieso. Dat nou, sowieso. Ik heb vroeger heel veel getennist, daarom, Gerrit, daarom, dus daarom. Ik durf die uitdaging. Leuk, kunnen we weer leuk op de socials zetten. Over de socials gesproken, Geert, je zei al een beetje, ik voetbalde, ik padel nu een beetje. Zit jij op Strava? Doe jij iets aan activiteiten die te loggen zijn op Strava? Nee, doe ik helemaal niet. Nee. Jammer, anders zouden we je uitnodigen voor onze exclusieve Slimmer Presteren podcast Strava Club. Maar ja, daar is dan weinig data van jou te verzamelen. Voor iedereen die nu luistert, dat is iets heel leuks. Daar nodigen wij alle gasten van de show uit die Strava gebruiken. Die kun je dan meegluren met Thijs Sonneveld of met Wouter Hoogkamer of dat soort sporters. En natuurlijk met alle andere vrienden van de show die ook meesporten. Dus als je nog geen vriend van de show bent, word het dan. vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. En meld je aan voor onze Strava Club. Helaas, Geert Zavelberg gaan we daar niet zien. Maar misschien op termijn, als we je nog eens aan de snelwandelen krijgen of zo. Ik heb nog wel een tip voor jullie, want je zat nu te pedellen. Maar je kan ook gewoon gaan BMX'en. Oh. Bijvoorbeeld. Dat is ook wel een variatie op het triathlon. En je zwemt nu misschien in het open water, maar ook in het zwembad. Het is echt wetenschappelijk onderzoek was kinderen verschillende vormen van zwemmen leren. Dus in verschillende plekken. Dus zwembad, open water of gewoon in een poeltje. Ja. Dat kinderen ook beter kunnen zwemmen dan tot ze de hele tijd in het zwembad trainen. Ah, het heeft te maken weer met die omstandigheden. Dus je hoeft met die triathlon om je toch een beetje te helpen. Van, je hoeft dus niet meteen helemaal, misschien eens met dikke bandjes fietsen, ander pak aan. Dan heb je al een variatie. Mountainbiken, Dan zit je al in die tat. Dan zit je al in het aanpassingsvermogen enzovoorts. Ah. En dat is natuurlijk het geheim van Mathieu van der Poel. Ja. Ja, want we waren bijna aan het afsluiten. Maar toch leuk, want we noemden hem al. Nee, doen we nog even. Zeker. Want we noemden hem in onze intro. We noemden hem ook in die aflevering 3. Waarin we dus zeiden, kijk Mathieu van der Poel, want veldrijden, mountainbiken, wielrennen. En toen ging een van jouw discipelen, tenminste volgens mij heeft Jan Hoofgoor ook bij jou die training voor. Die zei, nee. Dit is niet athletic skills model, want dit is allemaal fietsen. Het is allemaal hetzelfde. Nee, dat klopt. Maar dat is wat we in het continuum noemen de TAT, de aanpassing. Exact. De aanpassingsvermogen. Dus dat zit heel dicht tegen de specifieke aan. Ja. En dat doen trainers ook wel. Dus dat kan ook zijn bij tennis bijvoorbeeld, dat je met een zachtere bal speelt. Ah ja. Precies. En dat heeft al effect op dat coördinatievermogen. En dat is de magische factor waar het over gaat. Ja, maar en jij bedoelt waarschijnlijk dat Mathieu van der Poel vroeger natuurlijk ook wel een hele goede jeugdvoetballer was. Ja. Bij Willem II in de selecties, meen ik. En dus dat neem jij ook mee op het moment dat je Mathieu van der Poel benoemt als voorbeeld voor een breed motorisch opgeleide topsporter. Ja. Ja. Nou. Als we het toch over Van der Poel hebben, vorige week hadden we het over de schaatser Van der Poel. Ja. En die schrijft dat ook in zijn manifest. Hè? Uiteindelijk, in de afgelopen 2,5 jaar, was hij monomaan. En was zijn filosofie, je wordt goed in wat je traint. En ik moest rondjes 30 schaatsen. Maar hij zegt, in mijn jeugd heb ik ontzettend veel verschillende sporten gedaan. En heel divers getraind. Dus, en dat zal hij nu nog steeds gaat hij nu ook weer doen, want hij vond het verschrikkelijk saai. Dat is dus het neveneffect. Dat plezier en de beleving, waardoor je de intrinsieke motivatie krijgt. En dat is natuurlijk verreweg voor de grootste aantal mensen van belang. Ja. Mensen die het niet leuk vinden om te bewegen, om die in beweging te krijgen, moet natuurlijk wel leuk zijn. Nou, wat doen we nou vaak bij de televisieprogramma's, die we zo nog zijn, maar dan gaan we ze op een lopende band zetten, dan gaan we ze afmatten en een bootcamp doen, waar iemand helemaal niet blij van wordt, weet je wel. Je moet net zorgen dat ze die bewegingen gaan doen, wat ze leuk vinden. Ja. En dan is dat afvallen, komt dan misschien wel of dat gezond worden. Ja, je kan zelfs ook overgewicht hebben, maar je kan fit zijn. Als je overgewicht hebt, je bent fit, is veel belangrijker. Ja. Je kan dunner zijn, spijker zijn dan ongezond zijn. En ook van die, het zijn van die rare dingen dat dat aan elkaar gelinkt wordt natuurlijk. Maar dat hoeft helemaal niet te zijn. Het gaat om fitness. Maar dat is natuurlijk het misverstand misschien met sporten en bewegen. Dat mensen niet die link meteen zien en denken aan bewegen. Oh, dat is sport. Dus er moeten misschien veel meer disciplines op de Olympische Spelen komen. Andere disciplines. Precies. Gewoon, er komen allerlei leuke variaties bij. Gewoon de Olympische Spelen over de 10 grondvormen van. Wat nog bij mij even blijft hangen, ben ik toch nog even benieuwd, Geert. Wij zeiden voor de grap, we moeten zelf ook maar eens een nulmeting doen voor onze coördinatiescore. En toen had jij het over, wij doen dat nu met parcoursjes. Wil ik toch even heel pragmatisch worden. Stel, Jurgen en ik willen volgende week zo'n parcoursje doen. Hoe dan? Moeten we dan onze vriend Jan bellen en kan hij dat voor ons uitzetten? Werkt het zo? Ja, maar wij doen ook met het parcoursje gaan we weer onderzoek doen.
de komende maanden bij middelbare scholen met zo'n parcoursje. Ja, jullie kunnen van harte komen om even over dat parcoursje heen te rennen. Ja, ik ben er heel nieuwsgierig. Ik hoor evenwichtbalk, ik denk, wow. Dan. Misschien moeten we het veilig in het halletje van Jan overgooien. Ja. Dat lijkt me veilig. Maar het is geen gevaarlijke, er zijn geen gevaarlijke dingen die gebeuren. Nou, klinkt wel als een leuke bonus. Ja, nou, hou in ons achterhoofd. Dankjewel, Geert, voor je rijke toelichting. Ja, en voor het mooie verhaal. En ik moet toch ook maar hier even expliciet complimenteren voor jou, René, voor dit pionierswerk en belangrijke missiewerk wat jullie aan het doen zijn om zowel de jeugd als de hele Nederlandse bevolking gezond en in beweging te krijgen. Dankjewel voor dit mooie verhaal. Ik kan me voorstellen dat mensen zitten luisteren of kijken en die hier nog vragen of aanvullingen over hebben. Of zoals Jan Overgoor ooit in het begin deed, een hele uitgebreide toelichting op wil schrijven. Dat kan via een aantal manieren. Bijvoorbeeld op social media zijn wij te vinden als de @slimmerpodcast. Op Twitter en op Instagram maken we van iedere aflevering een nieuwe post, ook van deze. Dus die kan je retweeten of daar kan je onder reageren. Daarnaast hebben wij een website, www.slimmerpodcast.nl. Daar staat van iedere aflevering een eigen pagina waaronder je ook kan reageren. En ook die link kan je natuurlijk makkelijk kopiëren en doorsturen. En tot slot, als je zegt, nou, ik ben wat meer minder in het publieke domein. Ondertussen breekt hier de hagel los, geloof ik. Hè? Is dat wat ik hoor? Kan je ons mailen via post@slimmerpodcast.nl. En het wordt ook tijd. Dit is aflevering 90. Nog 10 te gaan. En dan zijn we bij onze 100ste afleveringen. Dus vanaf nu, iedere week gaan we oproepen. Save the date. Zaterdag 21 mei is het grootste 100ste aflevering event. Hier in Leersum hebben we een mooie live opname. We gaan elkaar ontmoeten. Een parcoursje bouwen. Misschien wel een parcoursje bouwen achter in de zaal. Voor een coördinatietest. En daarna lekker samen sporten. Dus als je het nog niet hebt gedaan, bestel je tickets via onze webshop. slimmerpodcast.nl/webshop. Hele mond vol. Dankjewel Geert. Dankjewel Geert. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Hoi. Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.